Maandagavond. Wel of geen voetbal, wel of geen NEC, wij zijn er altijd. Zo is het. We zijn er weer met de NEC Update podcast. Ik zeg een goede avond. Leuk als je weer meekijkt live of mee luistert live. En natuurlijk ook als je nu gewoon in de auto naar de podcast of wherever dan luistert. Bij mij in de studio, het is een beetje karig. Want we kregen zomaar een ziekmelding in één keer. Ja, dat kan ook gebeuren. Nick in ieder geval vanaf deze kant beterschap. Maar Harold is er gelukkig wel. Ja, ja. Goedemiddag. Avond. Avond. Hoe ben jij je weekend doorgekomen zonder NEC? Ja, dat was weer even wennen na 4 weken. Ja, hè? Maar volgens mij moest Nederland voetballen. Klopt. Daar heb ik wel even naar gekeken. Ja, dat. Ook naar Jong Oranje toevallig, want daar waren wat spelers natuurlijk van NEC actief. Dirk Popper, Robin Roes, maar die is weer teruggekeerd van het trainingskamp. Geblesseerd, ja, geblesseerd aan zijn enkel, wat ik heb begrepen. Ja. Dus hopen dat dat eigenlijk wel meevalt, want dat is gelijk weer iedereen in de paniekstand, hè? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk een goede tweede. Ik hoop dat het niet te ernstig is voor Roes. Maar als het wel ernstig is, heb je in ieder geval wel een goede tweede. Ja, nou daarvoor is hij ook gehaald natuurlijk. Hè? Want iedereen zei, ja, waarom haal je dan zo'n keeper? Die kun je eigenlijk niet op de bank zetten. Maar ja, dan heb je een beetje gelijkwaardig. Dat was ook de bedoeling natuurlijk van Carlos Abels. Dus dat heeft hij goed gezien. Dan was er nog wel een oefenduel tegen RKC Waalwijk. Dat werd afgelopen woensdag gespeeld in Waalwijk. Ja. Daar verloor NEC. Daar mochten we niet bij zijn. Nee. Dat vond ik echt jammer. Dat vind ik raar. Ja, dat vond ik ook raar. Ik zou wel eens willen weten waarom dat is. Want ik vond dat met... Kijk, in zo'n voorbereiding snap ik dat nog wel. Maar nou zijn er heel veel spelers zijn er weg. Ja. Nou ja, dan speel je eigenlijk met een veredeld eerste team. En ja, ik snap het niet zo goed eigenlijk. Ik vind het zonde. Nee, nou ja, het was niet vanuit NEC zijnde dat de wedstrijd besloten was. Dat heb ik wel eventjes nagevraagd of dat werd me medegedeeld. Het was dus echt vanuit RKC die hebben gezegd nee. Geen media ook erbij. En dat is jammer, want dan konden we niet onze nieuwe spits zien spelen. Want die heeft wel gespeeld en daar waren we wel benieuwd naar. Heeft ook gescoord 2 keer. Ja. Dus dat is een goed teken. Ja. En wat ik heb vernomen van de mensen die er wel bij mochten zijn. En wie waren dat dan? Ja, dat waren zijn toch altijd mensen die dan daar toch weer bij mogen zijn. Maar die zijn dan weer werkzaam bij NEC. Okay. Maar heeft hij een goede indruk achtergelaten daar. Dus dat is wel heel fijn om te weten in ieder geval. Maar ja goed, de laatste wedstrijd tegen Fortuna zat hij op de tribune. En toen liet hij ook al een hele goede indruk achter. Toen heeft hij nog niet gescoord of niks. Maar hij liet wel een goede indruk achter. Ja, wat was die indruk dan? Nee, maar daar zit wel een jongen die potentie heeft. Dat zie je gewoon aan alles. Ja. Ja, dat. En ik vond hem ook... kijk, als je de eerste wedstrijd 2 keer scoort, 1 penalty... en 1 keer gewoon uit een wedstrijdssituatie... Ja, dat is gewoon, weet je, daarvoor wordt zo'n jongen gehaald. En ja, dan doet hij dat toch maar. Dan is het wel fijn als je bij je club en je speelt de eerste wedstrijd... Ja. Ook al is een oefenwedstrijd, dat je wel in ieder geval 2 keer weet te scoren. En het positieve er ook van Philip Sandler, die speelde weer mee. Heeft in ieder geval een halve wedstrijd meegedaan. Dus wat wedstrijdritme opgedaan. Ja. Want die hebben we in de komende wedstrijden gewoon ook hard nodig. Nou ja, goed, als ik hoor dat er ongeveer 1500 man naar Eindhoven gaan, is het wel fijn als die speelt. Ja, dan gaan ze, nou ja, dat is wel heel fijn, zeker tegen bij. Maar je zei het al, en ook natuurlijk weer bij Fortuna zat het lekker vol. Ja. Dat uitpubliek, überhaupt de sfeer in de Goffert. Mensen zeggen van dat is zoveel beter als een aantal jaar geleden. Dat is logisch, want toen speelden we KKD, dus toen zaten we er. Misschien 8000 max? 9000 in de Goffert? Ja, dat weet ik. Ik heb ze nooit geteld. Maar volgens mij heeft het... Maar ik kan me wel uit wedstrijden herinneren dat er maar 1 busje ging. Ja, maar ik heb ook uit wedstrijden in de KKD meegemaakt dat er gewoon vol zat. Okay. Kijk, toen was het ook al... Maar goed, we zijn natuurlijk 2 keer gedegradeerd in 10 jaar tijd. Maar bij de eerste keer was het gewoon volle bak. Hoor. Ook het stadion zat vol bij de eerste degradatie. Hadden we volgens mij iets van 7000 seizoenkaarten verkocht. Dan zaten er ook gewoon elke wedstrijd 10.000. Dat is eigenlijk een beetje als bij de Graafschap. Ja. Maar de tendens die je nu ziet... Ja, dat is wel een mooi punt om vanavond over te praten eigenlijk. Ja, want voordat we dan vooruit gaan blikken op PSV... en even met Rick Elvering gaan bellen. Wat is er in... Als je kijkt naar jouw tijd... Hè, je was ook een periode voorzitter natuurlijk van de sportvereniging... maar daarvoor natuurlijk ook al dat je naar NEC ging. Wat is daar veranderd in?
Wat is het verschil tussen die tijd toen Harold Bastiaans, als klein manneke, ja, misschien mag wel in de Goffert stond en nu? Ik denk dat het voornamelijk de hechte groep die er altijd is, die is er altijd geweest. Die was er ook in de jaren 70, ook in de jaren 80. Was altijd een hechte groep van een paar honderd man die altijd naar NEC gingen. Die paar honderd man is nu een paar duizend man. En dat is wel een verschil. Maar die hechtheid, die was er toen al en die is er nu nog steeds. Wat ik echt bijzonder vind, is hoe zich dat gevormd heeft. We zijn natuurlijk ooit begonnen met vak 080, een staafvak. Nou, dat staafvak werd zeg maar een klein beetje geregeerd door Legio Novium Argum. Terecht, want zij zijn ook de sfeergroep bij NEC. En dan zie je zo'n vak helemaal vol en die zijn eigenlijk, al sta je 2-0 achter of 3-0 achter, staan de hele tijd staan ze feest te vieren. En ze, tenminste, zo oogt het. Hè? Want ik zit daar natuurlijk schuin aan de overkant van vak 080. En dan zie ik gewoon mensen gewoon continu met die vlaggen zwaaien. Er is continu reuring in de. Nou, die groep is wat groter geworden. Want de vak 080 heeft nog een stukje staafvak daarnaast gekregen. Ja, op, dus op dit seizoen voor het eerst, hè? Nee, vorig jaar. Of was vorig jaar? Ja, vorig jaar al. En maar wat er nou eigenlijk echt gebeurt binnen die supporters is mij ook een raadsel. Maar er is in ieder geval ergens een magie geweest die gezorgd heeft dat en Legio en de Fanatics en de supportersvereniging en de harde kern, zoals de Haken en zich noemt, en de E-Side, dat die jongens als één groep opereren ook in uitwedstrijden. En dat zie je terug dat we met 1500 man naar PSV gaan. Dat we met 1200 man naar Utrecht gaan. En dan denk je, soms ben ik wel een beetje jaloers. Maar ik ben ook jong geweest en ik had het ook graag gehad. Maar wij gingen soms met 25 of 35 man gingen we naar Veendam. Ja, toen nog met de trein, denk ik. Ja, met de trein, dat dan weer wel. Dat was dan wel die charme was er toen nog. Die charme was er wel, ja. Nou noem je er een hele hoop groepen op. Hè? Hoe zit dat eigenlijk? Waarom heeft NEC zoveel verschillende soorten supportersgroepen? Nou, ik denk dat je in de basis heb je de supportersvereniging. Dat is de SV. Mm-hmm. Maar die heeft ook een 2500 leden. Dat is gewoon een. Ik ben daar zelf bestuurslid van geweest en later ook voorzitter. En dat is een hele fanatieke groep supporters die graag de club aanmoedigen en graag de voordelen willen hebben ook van een uitwedstrijd dat je een bepaalde korting krijgt als je lid bent. Dan heb je natuurlijk de HKN. Die is in 1997 opgericht. Dat is een groep van hele fanatieke NEC supporters. En die bestond in zijn betere jaren uit 500-600 man. En dat was gewoon echt een hele fanatieke groep supporters die op hun eigen wijze de trots van Nijmegen willen uitdragen. De trots van Nijmegen is voor hun NEC. Dat is ook een hele mooie groep. Hmm. Maar daarnaast zijn er inderdaad van die splintergroepen gekomen die op dit moment ook best wel groot zijn. Nou, Legio is geen splintergroep. Legio is echt in mijn ogen de sfeergroep die er is. Die is sinds 2005 actief. En die doen gewoon geweldige dingen. Die hebben het sfeervak, die hebben de spandoeken. Ja, weet je, die doen het gewoon heel goed metgene wat ze doen. En die maken eigenlijk ook het verschil op dit moment bij NEC als de wedstrijd slecht is. Ja. Maar ja, goed, dan heb je de Nijmegen Fanatics. En er zijn volgens mij nog wat andere groeperingjes. Ja, dat zijn gewoon groepen jongens die zich samen voegen bij elkaar. En dat maakt uiteindelijk een groep. En een groep van 100, 150, 200 man. En dat is dat zijn jongens die op hun manier samen vaak met Legio zeg maar de sfeer maken. Ja. Betaald voetbal is natuurlijk niet alleen maar voetbal kijken. Betaald voetbal kijken bij NEC, dat is ook een gezin waar je in thuis komen. Het is een gezin waar je in komt. Het is meer dan alleen maar voetbal. Het is een beleving. En die beleving, dat is gewoon mooi. Ja, ook iets wat mij opvalt gewoon in naar de wedstrijden, thuiswedstrijden. We zien natuurlijk heel veel voetbal. De wedstrijden in de KKD, die worden, het is altijd een weddenschap welke wedstrijd wordt er als eerst gestaakt. Omdat er van alles op het veld wordt gegooid. Ja. Ik kan daar onze supporters in Nijmegen niet op betrappen. Nee, ja, goed, we hebben natuurlijk Gerry. Ja. Ja.
Ja. Niet iedereen heeft Gerry. Nee, niet iedereen heeft Gerry. En als Gerry zegt van jongens, niet doen. Nou, dan is het meestal zo dat die... Want dan luisteren ze. Die kun je maar zo tegenkomen in de stad. En dan zegt Gerry, jongens, niet meer doen, hè? Nee. Nee, maar weet je... Is dat wel het controle op elkaar? Dat ze gewoon daar nu wat scherper naar elkaar ook over zijn? Dat jij hoort of dat je weet? Nou, een mooi voorbeeld is vorig jaar dat we achterstonden tegen Vitesse. Ja. En het was in dit geval een mooi voorbeeld. Ik baalde als een stekker. Ja. Toen was er nog sprake van dat, als we eenmaal achterkomen, gooi je een beker op het veld. Het wordt twee keer gestaakt en we stoppen ermee. Mm-hmm. Het is niet gebeurd. En dat zegt wel genoeg. Maar waarom dat is, weet ik niet. Ik denk dat het inderdaad wel zelfcorrigerend is, ja. Ja. Ja, nou ja, fijn. Want het draagt mee aan de sfeer gewoon ook in het stadion. Ja. En dat is fijn om te doen. Alleen maar complimenten dus voor die gasten. Ja, ik vind dat de supporters en met name die groeperingen die we nu hebben... Dat zijn wel eye-catchers voor de club. Ja. Mooie spandoeken. Ook dit jaar seizoen beginnen hebben we natuurlijk weer een prachtig spandoek gezien. Ja, maar weet je... Ik heb wel eens gezegd, in Nijmegen wordt de kunstprijs uitgedeeld. Hè? En ik vind echt dat die groep Legio die dat maakt, die mogen echt genomineerd worden. En ik weet dat die jongens niet in de media terecht willen. Nee. Maar dan moet maar iemand van de supportersvereniging die prijs gaan halen. Want ik vind eigenlijk dat wij als supporters zijn allemaal die groepering, dat Legio moet nomineren voor deze prijs. Want zij dragen niet alleen NEC uit. Hè? Zij dragen Nijmegen uit in de breedste zin van het woord. En dat is natuurlijk zo geweldig dat je eigenlijk gewoon... Met z'n allen heel Nijmegen. Want ook al heb je niks met voetballen. En je kijkt naar een wedstrijd van NEC. En je ziet daar weer een spandoek voorbij komen. Met een Romein. En een Waalbrug. En Valkhof. Die mensen doen zoveel positief werk voor de stad. Dat je eigenlijk vindt. Die mensen moeten gewoon een keer genomineerd worden. En gewoon ook die moeten ook winnen. Nou, we zijn sowieso met 20.000 supporters. Dus dat moet lukken. Dat moet geen probleem zijn. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat heb je een goed punt. Nou, tot zover even de supporters. Want we kunnen er een uur over praten. Maar we moeten het gewoon altijd gewoon lekker aanschouwen. En het liefste ertussen zitten. Als je in het stadion zit, dan is dat genieten. Dan afgelopen week hebben we ook een interview gezien van Carlos Albers. Op het infokanaal van NEC zelf. Die terugblikte op de transferperiode. Ja. Hij zelf is tevreden. Hij is blij met wat hij neerzet. Ben jij dat ook? Ik kom al heel lang in bij de club. En ik denk dat de organisatie nog nooit zo goed gestaan heeft als dat hij nu staat. En de technische zaken met Carlos aan het hoofd. Die doen heel goed werk. Dat hebben we vorig jaar gezien. We zijn 60 geworden. Nou, dat is uniek. Met eigenlijk een relatief laag budget ten opzichte van de nummer 6, of de nummer 5 en de nummer 7. Als je daarnaar kijkt. Dus ik denk dat hij heel goed werk verricht. Wat hij zegt, en dat is wel het mooie aan het verhaal van hem, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik probeer geld te genereren voor de toekomst. Nou, dat doet hij. Want hij koopt een jonge spits, die is geld waard. Hij haalt jonge, goede spelers die geld waard zijn. Dus hij gaat op een gegeven moment vooruitkijken met de aankopen die hij doet. Toekomstgericht. En ik denk ook dat dat nodig is. Willen we ooit onafhankelijk kunnen voetballen zonder dat daar een grote meneer met geld achter zit. Ja, dan zul je op een gegeven moment dit soort dingen moeten doen. En ik ken Carlos natuurlijk al heel lang. Ik ken hem persoonlijk ook wel. Ik heb in het verleden geregeld met hem gesproken. Maar ook toen hij nog speler was. En ook toen hij gestopt was als voetballer. En dat hij de eerste taken bij NEC kreeg. Kijk, het is natuurlijk wel een man die een NEC-hart heeft. En ik denk dat hij wat hij nu gedaan heeft in zijn tweede periode als... ik denk dat hij heel veel geleerd heeft de afgelopen 10 jaar. Nou ja, goed, hij is natuurlijk bij Groningen gezeten, heeft bij AZ gezeten. Daar heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Dat zeg ik niet, want ik heb daar geen kijk op. Maar dat zeggen de mensen daar. Klopt. Kijk, als mensen daar zeggen dat hij het goed gedaan heeft. We hebben dat volgens mij in de podcast ook gehoord hier van die AZ-watcher. Ja. Dat hij vindt dat Carlos het heel goed gedaan heeft. En wij kunnen alleen maar blij zijn met een man die dit op dit moment voor onze club doet. En dus ik ben tevreden. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, want je hoorde dan hier en daar toch ook wel een beetje zo de kritiek van... Ja, waar blijft nou een naam? We hadden natuurlijk... Achteraf hoorden we dat Sam Lammers bijvoorbeeld dat daarmee gesproken is. Dat ze daar dichtbij. Dan haal je een naam binnen. Ja. Maar die is er uiteindelijk niet gekomen. In het verleden heb je natuurlijk Schöne gehad. En je hebt Jasper Cillessen. Nou, Jasper Cillessen is nu weg. Ja. We hebben natuurlijk wel een naam gehaald.
Alleen ik weet niet hoe je hem uitspreekt, maar dan mag Gerry doen als hij de eerste keer invalt. Heb maar, je het dan over die Poolse jongen? Nee, ik heb het over die Japan. Kento, ja, maar ja. Die mag je bij de voornaam noemen. Hè? Dus nee, Kento. Nee, snap ja. Ik. Maar weet je, ik denk hè, als we kunnen met z'n allen kritische kijk hebben op wat er gehaald is. Ik denk hè, als je ziet hoe we tegen Fortuna speelden, dat team wel langzaamaan beter gaat spelen. Nou, we hebben het net over de Roefs die dan mogelijk geblesseerd is. Nou, daar komt de tweede keeper voor in. Nou, Die is vergelijkbaar, vind ik. Maar goed, zoals ik het kan beoordelen. Maar Carlos heeft ook geschreven, ik wil elke positie dubbel bezet hebben, even goed. Ja. Dat betekent dus als Pietje eruit gaat, omdat hij geblesseerd is en Jantje komt erin, dan moet het vergelijkbaar zijn. En ik denk dat hij daar heel goed op geanticipeerd heeft met het team wat hij samengesteld heeft. Dus ik denk dat hij het gewoon echt wel goed gedaan heeft. En die grote naam is misschien wel Kento. Als ik hoor dat, en goed, dat heb jij zelf ook gehoord, dat heel veel Europese clubs erachteraan ja. Zaten. Oh. Nou, dik een petje af. En als hij datgene gaat brengen wat wij allemaal hopen. Ja, dan maar dan kijk je meer naar kwaliteit. En is een naam voor jou niet zo belangrijk, welke naam daaraan verbonden zit. Kijk, ervaring halen, hè? Met ervaring halen en dan een naam erbij bij zetten is natuurlijk hartstikke mooi, hè? Maar het is natuurlijk veel mooier om iemand te halen die in beginsel gewoon wellicht goedkoper is. En misschien wel beter kan zijn als dit naam. Ja, maar heeft hij dat niet gedaan met Thomas Aujan? Gewoon. Ook wel, het is misschien niet de grote naam, maar wel veel ervaring. Het is ook wel een naam. Hè. Ik heb bij AZ gespeeld, bij Schalke gespeeld, Italië gespeeld. Kijk, als een speler erin komt en die maakt het verschil. Dan denk ik dat een goede speler is voor onze club, voor onze elftal. Nou, Jan is dat. Ja. Maar of dat de naam is, dat weet ik niet. Maar ik heb niet zoveel met namen. Ik vond vorig jaar Bas Dost had ik echt zoiets van... Oké, die man is die zo oud. Dan hebben we een as met Schöne, 38. Sillissen, 34. En we hadden Sillissen, Schöne. En wie hadden we nog? Nuiting, 32. Nuiting, en dan hadden we Bas Dost. Dus dat was echt een as van boven halverwege 30... Ja, weet je, dat zijn wel allemaal namen. Maar goed, uiteindelijk vind ik dat ze allemaal wel het verschil gemaakt hebben, dat ja. Wel. Ik heb Carlos ook nooit horen zeggen dat hij naam ging halen. Nee, volgens mij was dat Wilco die maar Wilco die dat zegt heel veel. Ja, enthousiast Wilco zegt heel veel. Ja. Ja, maar Wilco is heel enthousiast, weet je. Daar kun je ook alles van vinden. Maar uiteindelijk heeft hij het wel neergezet met Carlos wat er nu staat. En dat is natuurlijk wel ja, compliment waard. Laten we dat voorop stellen. En dat hij vaak praat en Carlos helemaal niks zegt. Dat is een yin-yang. Dat is op zich ook wel goed. Maar goed, er is ook ooit eens gezegd, en dan hoor ik niemand meer zeggen, dat het technische gedeelte gedaan wordt door Carlos. Al het overige door Wilco. Nou, ik heb Carlos nooit iets horen zeggen over ga een naam halen. Nee. En dan kan iedereen opschrijven dat Wilco dat geschreven heeft. Maar goed, Kento was ook een naam. Ja. Zaterdag speelt NEC de wedstrijd tegen PSV. De lastige uitwedstrijd kun je wel stellen tegen PSV. Daarom aan de telefoon Rick Elfrink. Rick, goedenavond. Goedenavond. Ja, want als we het over PSV hebben, dan moeten we bij Rick zijn. Nou ja, men zegt het. Ja. Alhoewel je nu bij Jong Oranje zit in het stadion. Ja, klopt. Ik ben bij Jong Oranje in Jong Georgië. Dat is nu 2-1. Na een 2-0 stand heeft Jong Georgië net een goal gemaakt. Dus nou ja, nog enige spanning in de wedstrijd, zullen we maar zeggen. En Propo, hoe doet hij het? Nou, volgens mij gaat het allemaal wel redelijk. Ik zie Dirk Proper zie ik hier in de basis. Dan zeg maar, Flamingo staat erin. Oh. Dus nou ja. Genoeg spelers die bij zaterdag ook in actie gaan zien. Dat weet ik wel zeker dat we die in actie gaan zien. Rick, ja, even de uitwedstrijd voor PSV. Dat was er eentje die zullen ze in de boeken hebben geschreven. Want dat was in de Goffert de enige nederlaag vorig jaar voor PSV. Alleen thuis was PSV heel sterk tegen NEC. Hoe denk je dat het dit jaar gaat zijn? Ja, normaal gesproken zeg je dat PSV die wedstrijd moet gaan winnen. Want ja, PSV NEC dat is meestal een eentje op het grote formulier. Ja. Ja, en PSV heeft natuurlijk ook wel een appeltje chillen met NEC. Dat is na afgelopen seizoen, ja, die ene wedstrijd die ze toen verloren. Ja, dat heeft toch wel erg veel pijn gedaan in Eindhoven. In hoeverre dat dan meespeelt, hè, bij revanche gevoelens of wat dan ook. Ik weet dat niet precies. Vroeger was dat denk ik wat heviger dan het nu is.
Maar uiteindelijk zal PSV wel heel graag een keer weer van NEC willen winnen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Ja, PSV heeft de transferperiode ook doorgekomen en nu dus rust daarin. Men weet, dit is de selectie voor de komende tijd. Daarmee moeten we het gaan doen. Dus merk je dat ook aan de spelers, Rick? Ja, er is nu wel weer wat meer rust op de club. Ja, het was niet bepaald rustig de afgelopen weken. Spelers willen weg. Er komt nog een aantal spelers komt erbij, dat weet je van tevoren. Nou, dat zorgt altijd voor onrust in de club, buiten de club. Ja, wie komt er dan wel of wie komt er niet? Uiteindelijk zijn de beslissingen nu gevallen. De prijzen zijn verdeeld op de transfermarkt. Ja, en nu moeten de prijzen op het veld worden verdeeld. En dat hele proces gaat nu in gang schieten. Als de mensen niet alle wedstrijden door stakingen stil worden gelegd. Want dat is tegenwoordig ook weer een issue. Dat is ook een. Ik kan me voorstellen dat ze in Eindhoven blij zijn dat er bij in ieder geval andere wedstrijden is. Voelt PSV ook een beetje de druk? Want iedereen bestempelt ze eigenlijk alweer als de grote titelkandidaat. Of misschien wel de enige die de titel dit jaar weer kan pakken. Neemt daardoor de druk toe? Nou ja, druk is er natuurlijk altijd, maar ja, die zal meer zijn dan vorig seizoen, omdat iedereen inderdaad graag van de kampioen wil winnen. Ja, PSV heeft 4 wedstrijden nu gespeeld en ik moet eerlijk zeggen dat dat 4, met alle respect, niet bepaald ploegen waren die denk ik in het linker rijtje gaan spelen. Ik vond het veel zwakker tegenstanders die ertussen zaten. NEC vind ik sterker, dat is een ploeg die, die gaat gewoon tussen. Ja, in mijn ogen tussen 5 en 9 weer spelen. En ja, dat is een veel serieuzere tegenstander dan de ploegen die PSV tot nu toe heeft ontmoet. Dus daar kun je denk ik wat meer zien ook van de werkelijke kracht van PSV. Tegen Feyenoord was het ook niet zo best. Toen werd het 4-4 hè, en ging de penalty-serie verloren. Maar ja, daarna hebben ze eigenlijk alleen maar hele matige tegenstanders gehad. Ja, dan zitten we nu in een interland bereken. Dan heb je NEC en volgens mij gaan ze dan ook weer Europees spelen. Denk je dat nog invloed heeft? Ja, dat kan altijd. Dat zijn altijd gevaarlijke wedstrijden. De wedstrijd voor een Champions League wedstrijd. Dan willen spelers misschien niet geblesseerd raken of toch proberen de trainer te overtuigen dat ze het heel goed doen en dat ze het misschien gaan forceren of je weet het niet. Peter Bos heeft altijd gezegd tegen ons van ja, dat zijn net de wedstrijden waar hij het niet zo op heeft vaak, die wedstrijden die voor de Champions League zitten. Nee. En ook daarna kan het nog wel eens een keer. Dan is het qua vermoeidheid vaak nog een dingetje. Nou, dat zal het nu natuurlijk niet zijn. Bovendien speelt PSV op dinsdag. Dus dan is het vaak de competitieronde erop. Is dan op zondag. Dan valt dat allemaal wel mee. Maar je weet nooit of NEC daarvan kan profiteren. Hè. Deze prelude op de wedstrijd tegen Juventus. Ja. Daar moet PSV natuurlijk wel goed doorheen zien te komen, want ze willen ongeslagen blijven. En sterker nog, ze willen foutloos blijven natuurlijk. Ze willen gewoon 15 uit 5. Ja. Zijn er veel spelers van PSV nu met Interland breek weg? Ja, zijn er wel een boel weg. Dus niet alleen Schouten natuurlijk naar Nederland. Nederlands team, maar ook bijvoorbeeld Johan Bakker, Joko, Malik Tilman. Ricardo Pepi is dan weg. En ook nog een heleboel jongens. Nou, hier dan Ryan Flamingo, die bij Jong Oranje speelt. Daar zijn natuurlijk ook een heleboel jongens naar. Bijvoorbeeld gewoon jeugd interlands. Walter Benitez is naar Argentinië. Ja, zo is het toch altijd een heel clubje spelers wat je dan kwijt bent in die periode. Dus voor een trainer niet altijd makkelijk, want ja, je wilt graag wat schaven aan je spelsysteem, aan je patronen. En ja, dan zijn al die spelers net 2 weken weg. Die komen donderdag in de loop van de dag terug. Sommigen zijn vermoeid, want die hebben dan woensdagnacht nog gespeeld. Dus ja, dat kan voor NEC ook wel eens een voordeel zijn. Ja, dus dan heb je en niet de juiste voorbereiding misschien wel als trainer gehad. En dan komt hij ook nog die belangrijke Champions League wedstrijd eraan. Dus zo'n wedstrijd tegen NEC. Ja, maar NEC is ook niet meer het NEC van een paar jaar geleden. NEC is gewoon een hele serieuze tegenstander geworden. Dat hebben ze zelf afgedwongen de afgelopen jaren. Is een van de betere ploegen in de Eredivisie. Dus PSV kan vol aan de bak. Mooi compliment. Dankjewel. Ja, nee, zeker als Rick. Ja, nee, als jij dat zegt, dan is het zeker een compliment. Nou ja, dat komt misschien ook wel natuurlijk door de afgelopen wedstrijd die in de Goffert werd gewonnen. Maar hoe zit het voor de rest? Je zegt, we missen in ieder geval een aantal spelers nu in verband met Interland. Zijn er ook nog wat extra geblesseerden?
Ja, er zijn wel wat geblesseerden, want bij PSV wordt Lozano er niet bij. Nou ja, dat hoeft geen wereldramp te zijn, want ze hebben Noah Lang. Ja. Maar goed, Lozano is natuurlijk toch de topscorer van de Eredivisie. Ja, is een beetje afwachten, hè. Mauro, Saibari, Obispo, die trainen wel weer mee, maar vraag me af of Mauro al inzetbaar is. Zeker niet voor de basis, denk ik. Dus ja, aan de linkerkant staat toch een jongen die nog heel onervaren is, Matteo Dams. Ja, daar kan NEC misschien ook wel van profiteren. Ja, en verder. Kijk, PSC heeft nog altijd meer kwaliteit in de selectie dan NEC. En speelt ook gewoon thuis. Ja, is natuurlijk een dooddoener. NEC doet het niet erg goed vaak in het Philipsstadion. Nee. Maar in de Goffert zijn ze natuurlijk gewoon van een heel ander kaliber geworden. Ja, uiteindelijk denk ik dat dit wel een... ik denk dat Peter Bos dat vrijdag ook wel zal zeggen. Hij zal niet zeggen dat het een topwedstrijd is. Maar wel gewoon een heel andere wedstrijd dan die ze tot nu toe hebben gespeeld. Ja. En een veel serieuzere ploeg. Zijn er ook spelers bij NEC waar Peter Bos eventueel beducht voor zou kunnen zijn? Nou, ze kijken natuurlijk met name naar Proper, omdat dat een jongen is die misschien wel in de toekomst... je weet nooit wat Jerry Schouten over een jaar gaat doen of over twee jaar. Nou, Dirk Proper is zo'n speler waar je zegt, goh, die moet je eens in de gaten houden. Dat is nou een jongen voor het centrum van het middenveld, voor de meest defensieve positie. Ja, dat is een leuke speler, die volgen ze natuurlijk al een tijdje. Ja, sorry. Ja, wat wil je zeggen? Nee, ja, goed, we hebben natuurlijk op dit moment ook een speler die bij Japan in de spits staat. Ja. Koki. Ja, die kan er ook wel wat van. Ja. Al zal natuurlijk moeten blijken of die straks tegen Boscardi en tegen Flamingo, of die dan daadwerkelijk ook dat kan. Ja. Maar goed, dat centrum van PSV moet ook nog een beetje op elkaar ingespeeld raken, is mijn indruk wel. Vorig jaar was dat natuurlijk met Ramaljo en Boskakli, die was veel kritiek op, maar zeker in de Eredivisie was dat een goed centrum. En Flamingo moet natuurlijk ook nog behoorlijk wat bewijzen bij PSV. Ja, je zei net, Rick, wordt wel met interesse gekeken naar Dirk Proper. Staat hij ook echt op het lijstje bij PSV als Schoutenweg zou gaan? Ja, zeker. Is wel een jongen die ze volgen, hoor, absoluut. Wat is op het lijstje staan? Hij wordt wel positief beoordeeld, hoor ik altijd. En, ja. Maar goed, hij zal uiteindelijk nog moeten aansterken en de volgende stap moeten zetten. Kijk, en voor hem is het natuurlijk belangrijk. Kijk, hoe kijken scouts? Die kijken natuurlijk hoe hij bij NEC Ajax, bij NEC Feyenoord en nu bij PSV NEC presteert. Ja, daar moet hij het laten zien als hij zo'n mooie stap wil afdwingen. Kijk, NEC heeft natuurlijk zijn contract verlengd en hij zit nu weer een tijdje vast. Ja, ze kunnen natuurlijk ook een hoop geld voor hem vragen straks. Ja, nou, en je ziet hem nu in ieder geval ook bij Jong Oranje. Er is ook weer een ander niveautje natuurlijk wat er om hem heen staat, hoe hij daar zich profileert. Ja, maar daar kan hij makkelijk in mee. Dat is voor hem geen hele grote opgave. Nee, dat is wel een jongen natuurlijk, hè, je moet altijd voorzichtig zijn, maar... Maar die zie ik in de toekomst nog wel eens een mooie stap maken. Ja, even nog één dingetje voordat we gaan afsluiten, Rick. Onze technisch directeur, die heeft ook een interview gegeven. En die heeft gezegd van, ik baal af en toe van de media, omdat er namelijk namen lekken en daardoor gaan transfers niet door. Nou, ben jij ook journalist en je bent natuurlijk ook altijd op zoek naar die ene scoop. Is daar ook vanuit PSV wel eens al iets over gezegd? Ja, op zoek naar de scoop. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Nee, natuurlijk wil je graag nieuws melden. Dat is heel belangrijk. Maar ja, de vraag is wel, als je echt Niels gaat frustreren door jouw berichtgeving, ja, is dat wat je wil? Ja, ik vind dat altijd een beetje lastig. Nee, maar je ziet natuurlijk, Carlos Albers bij ons heeft dat gedaan, maar je zag bij Feyenoord ook al. En de technisch directeur die baalt, die zegt van ja, er zijn transfers niet doorgegaan omdat er gewoon namen gelekt worden. Ja, maar kijk, uiteindelijk zijn clubs zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij ze uitlekt of niet. Hè? Dan moet je het binnenboord kunnen houden. Je kunt de journalist niet verwijten dat hij... laat ik zo zeggen, een journalist hoeft zijn vingers niet in zijn oren te stoppen. En die mag vertellen wat hij weet. Dat is een groot goed. Ja. Tegelijkertijd, ja, soms kom je ook wel eens, denk ik, in een situatie waar moet je meteen alles opschrijven. Als je toch een primeur weet dat je die krijgt. Ja, of je dat meteen moet doen, dat weet ik niet. Omdat je ook met de lange termijn soms weer rekening moet houden als journalist. Mm-hmm. Maar dat is meer een iets voor ons eigen vak. Ja, ja, soms breng je misschien een primeur. Maar ja, dan heb je er een hele tijd geen meer. Terwijl als je goed samenwerkt, dan kun je misschien wel weer veel meer primeurs brengen. Dus dat is altijd de afweging. Het belang van de lezer is belangrijk. Hè, van ja, hoe haal ik het meeste uiteindelijk op de lange termijn voor mijn lezer naar boven? Ja, dat weeg ik altijd wel mee. Ja.
Maar, en ja, daarbij kan een goede relatie met de club ook een rol spelen. Maar goed, je moet daar ook niet in doorslaan. Je moet wel kritisch blijven. En ja, tegelijkertijd is nieuws ook gewoon nieuws. Als bijvoorbeeld PSV rond is met een speler of heel ver, ja, dan mag dat uiteindelijk ook gewoon naar buiten, vind ik. Ja. Maar eigenlijk aan losse flodders moet je niet, ja, daar moet je niet aan gaan doen. Nee. Ja, en als dingen nog half wel, half niet duidelijk zijn. Dan is het ook maar de vraag of je alles moet brengen. Ik kreeg net door van onze collega die nu ziek is. In een appje van NEC won nog nooit bij PSV. Wellicht is dit de ruimte om eens een keer een punt te pakken. Of wellicht 3 punten. Zie je daar een mogelijkheid toe voor onze club? Nou, het kan altijd. Alleen ja, ik denk dat de kans niet heel groot is. Hè. PSV vorig jaar 49 had 17 gepakt thuis. Ja, nu de eerste 2 thuiswedstrijden ook weer gewonnen. Normaal gesproken lukt dat niet. Maar het is wel nu, ja, net voor inderdaad de Champions League, net na een interlandperiode. Ja, als je wat wilt, dan zou het nu moeten. Maar goed, ik acht de kans niet heel groot, eerlijk gezegd. We gaan het zaterdag zien, Rick. Er werd er net gescoord, of? Ja, bijna, maar het is nog steeds 2-1. Oh, oké, nee, ja, ik hoorde de omroep iets zeggen. We gaan het zaterdag in ieder geval zien. De wedstrijd is vervroegd om jullie wat meer rust te geven. Ja, half 5 wordt afgetrapt. Ik hoop dat ze de geluidsinstallatie iets zachter hebben gezet als met het Nederlands elftal. Komt goed. Anders doen we de oordop in. Succes met het programma. Goed, dankjewel, Rick. Dankjewel, tot zaterdag. Goed, Rick Elfrink was dat. Ja, als het een keer moet gebeuren, is dat misschien dus nu zaterdag? Nee. Het moet altijd gebeuren. Wat is dat nou toch? Kijk, maar het is natuurlijk zo dat we zijn wel. Ja, we zijn natuurlijk wel minder dan PSV. Maar goed, als we een goede dag hebben en een slechte dag, dan heb je wel. Dat heb je vorig jaar gezien. Dan is het mogelijk. Maar een gelijkspel zou toch wel moeten kunnen. Ik acht het niet ondenkbaar. Nee, zeker inderdaad in de periode nu. Ze hebben geen ideale voorbereiding. Dan kun je zeggen, NEC heeft dat natuurlijk ook niet. Want Koki is er niet. Dirk is inderdaad niet. Sender die natuurlijk nog weinig minuten heeft gemaakt. Er zijn nog wat andere spelers natuurlijk. Ja, Roefs, Indonesië. Roefs wie nu geblesseerd Roefs is. Roefs is geblesseerd, ja. Dus dat is ook alweer een dingetje. Dus ja, Kelvin Verdonk inderdaad, ja, met Verdonk. Indonesië. Ja. Ook misschien niet de ideale. Maar bij hun komt die wedstrijd van Champions League eraan. Die is voor hun natuurlijk echt belangrijk. Ja, en wij krijgen Heracles, dat is ook belangrijk. Ja, dat... daar moeten we de punten pakken. Hè? En als we bij PSV een puntje snoepen, is altijd mooi. Hè? Dan zeg je ook, dan is hij... ja, als je nog nooit gewonnen hebt, dan mag je toch... En kijk, Nick stuurt het net. Hij zegt, we hebben daar nog nooit gewonnen. 16:30, ja. Dus iedereen heeft de plannen weer om moeten gooien. En moet nog iets eerder weg bij de familie of bij de sportclub of voetbal verzetten om maar aanwezig te kunnen zijn. Ik ga weer op de bank zitten. Ja, voor jou maakt het niet zoveel uit, toch, denk ik? Hè? Nee, ik ga gewoon op de bank zitten en ik ga gewoon kijken. En ik hoop gewoon dat het echt een spannende pot wordt. Eind vorig seizoen heb ik een appje gekregen van een vriend van mij, die is voor PSV. Die maken een jaarboek daar, dat komt uit. Dat is misschien ook nog iets wat wij ooit moeten gaan doen bij NEC. Dat we elk jaar een jaarboek uitbrengen. Alleen zij zijn dan kampioen geworden. En er zit 1 dubbele pagina in. En daar staat dan, dit is de eerste wedstrijd die ze verloren hebben. En de enige. Ja. En daar staat dan een hele pagina. En als je dat dan leest, ja, dan kan ik wel genieten dat wij dat dan zijn. Ja. Ja. Maar toch wil ik wel even een voorspellingtje van jou weten. Dat is moeilijk. Ik denk dat het... ik hoop dat het 1-1 wordt. Oh, wat zou dat een feest zijn. Ja. En dat niet alleen voor mij, maar zeker ook voor die 1000 man die daar straks zitten. Ja. Ja. Toch denk ik helaas dat NEC, ik moet ook een beetje realistisch zijn. Ik denk niet dat NEC gaat winnen aanstaande zaterdag. Ik denk dat het 2-0 wordt voor PSV. Ik denk dat ook niet. Ik hoop het. Hè? Ja, dat is een wezenlijk verschil. Ja, goed, ja. Ik zet hem dan toch maar zo neer. Ja. We gaan het zien. Zaterdag 16:30 dus. Ik kan me voorstellen dat jij al die plannen niet om kan gooien. En dat geeft helemaal niks. Want wij zijn er bij tegen 7 natuurlijk gewoon wel bij. Want wij gooien de plannen wel allemaal om. Ja. En het is weer allemaal live op de radio te volgen. En we zijn er later deze week natuurlijk met een NEC-update. Met dan de voorbeschouwing op deze wedstrijd. Met onder andere in ieder geval trainer Rogier. Maar als jij nou zegt, Maurice, voor die YouTube-versie, daar willen we graag die en die spelen. Laat even weten, wie wil jij voor de camera hebben? Wie moet ik aanstaande vrijdag is dat in de voorbeschouwing meenemen? Geef even een DM'tje, laat het even achter op de sociale media. Welke speler wij moeten interviewen? Dan gaan we dat in ieder geval doen. Harold, ja. Mag ik jou weer danken? Ja. Het was wat rustiger zonder Nick.
Normaal gesproken, als ik kom, dan is het altijd druk, zeg ik. Ja, maar we hebben wel gemist, dus we hopen dat hij de volgende week in ieder geval weer bij is. En volgende week hebben we ook weer een gast. Gaan we nog niks over zeggen, gaan we later... Wordt wel leuk. Wordt wel leuk, hè? Ja, echt. Ja, dat wordt een leuke podcast. Ja. Kunnen we ook nog een stukje over de transfermarkt hebben. Ik dank je ervoor het luisteren en graag tot de volgende. Yo.